Goedemorgen, I'm Florrie. Dit is Café Mediterraneo aan de Avenida Mediterraneo. Al jarenlang een vaste locatie voor met name de Belgen in Benidorm. Maar ook de Nederlanders komen er graag. Maak kennis met de huidige eigenaar, Florrie. Hallo, I'm Florrie. I'm from Café Mediterraneo. I'm working here 8 years ago. Why Belgium coffee? First time with the coffee, she's come one person Belgium. She's helped me very, very much. She's helped me for the beer. She's helped me for the food. Now the man is dead for the cancer. It's very trist. Very good person. And every time I think I'm open the cafe, I'm a think on this person. Very, very good person. And I miss him. Al meer dan 20 jaar naar Benidorm. Het is hier altijd heel gezellig. Natuurlijk vooral voor de zon komen we naar hier, want in België is het altijd regen. En ja, we vinden het hier heel leuk en we doen de terrasjes en genieten van de tapas. En verder rustig genieten. Ja, gelijk omdat mijn echtgenoot is echt al meer dan 20 jaar. We komen hier heel graag naar dat terras, omdat we hier tussen vrienden zitten die we dus al kennen. Het eten is hier lekker. Elke zaterdag een goed minuutje. En ja, drinken, ja, dat gaat er ook wel in bij mij. The people Belgium, Holland, Belgium, English people, she's like Saint Miguel. My favorite is the same, Estelle Artois, very good beer, Estelle Artois. From bottle beer, Belgian beer, my favorite is Omer, Duvel. I have different bottle from Belgian beer, many beer, Belgian beer, and very good beer. The Belgian beer, it's the best in the world. And the chocolate. Wat moeten we meer hebben? Het is hier prachtig, het is hier goed, het is hier rustig. Je wordt hier 100 jaar. Now the pictures. Makkelijk. Here I have the popular food from Belgium people. It's stoofvlees, vol-au-vent, the bistek, frietjes, frikandel, bitterballen, servola, tomat crevette. She's like very, very much tomat crevette. Paella, typisch Spanish. For the paella it's necessary reserve or pastelli. And yeah, very, very good food, and many people come for here for stoofvlees, bol-au-vent, typisch Belgian food. Een jaar of 5 denk ik. En regelmatig komen drinken en eten ook. Heel goed trouwens. Wat is het lekkerste hier? Het lekkerste is alles. Heb je wel eens... Ribbetjes. Oh ja. En heb je ook al eens paella gegeten hier? Nee. Dat doet hij ook, hè, op bestelling? Ja, maar wij zijn hier 2 keer in het jaar. Oké. Okay. In maart normaal, ja? En in oktober. Oké. Okay. Here come many people, Belgium people, I think 80%. Holland people, many people Holland. German, now I have people German the same. French, Ireland, a little English and a little Spanish. Florine en zijn vrouw werken 7 dagen per week, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En altijd met een brede glimlach.
dat alles. Dat ik slechte kaarten heb. Ik zal niks zeggen. Fanta Bacardi, hè? Ja. Dacht toen niet dat ik geloof dat dit alleen maar Fanta was. Ja, wij kappen hier altijd dicht. Om het niet te veel verliezen. Nou, dan wordt het een pintje minder vanavond. Ja, dat mag wel. Dank u wel voor visiting en tot volgende keer. Tot volgende keer, doei! Vond je dit een leuk filmpje? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal en mis geen filmpjes meer. Klik op het belletje.